Ja, dit is echt mijn laatste koeien. De laatste die ik onderhang. Dat is mooi geweest. Het is een eeuwenoud beeld dat verdwijnt uit Lutje Winkel. Vandaag melkt veehouder Gerard Fijnheer voor de laatste keer zijn koeien in het dorp. Hij is de laatste die vertrekt voor een nieuwe toekomst. Laatste keer melken vandaag. Vanochtend, na ik denk 60 jaar, ben ik de derde generatie die hier in deze stal aan het melken is. Als ik mocht kiezen, dan had ik hier gebleven. Nou ja, dat is, economisch is dat niet haalbaar. Ja, waar je opgegroeid bent als kind, waar je met je opa door de stal heen liep. En later met je vader aan het samenwerken bent. En nou ja, mijn vader is dan onverwachts overleden. Ja, dan loop je hier in je eentje eerst. Het verdwijnen van de melkstal is toch wel even slikken voor de buurt. Wij zijn altijd overburen geweest. We zien altijd als eerste of de koe losliep hier, dan belden we het op. Gerard wist ook als ik twee keer achter elkaar belde, als het echt mijn is. Dus alles gaat verder. Ik bedoel, ook we moeten met de tijd mee. Maar we doen nog een romantisch melken. Ja, je staat er tegenaan, je kruipt eronder om ze te melken. En dan moet je zoveel vertrouwen hebben in je beesten. En zij in jou. Ja, dat zou ik allemaal wel missen. Dat hakt er wel in. Nou ja, de laatste is nu klaar. Zo, dit is het. Leeg. Ja. Ja, de laatste loopt het land in. En, dit was hem.